In het gedicht Bedelaars, Les Mendiants, van zijn bundel Les Campagnes Hallucinées, beschrijft Verharen de haveloze dompelaars die door het barre, winterse landschap op de dool zijn. Zijn beschrijving lokt zowel medelijden als afschuw uit. Zelfs in de dood durft men deze marginalen niet in de ogen kijken. Misschien uit vrees dat hetzelfde lot wie hen aankijkt ook te wachten staat. Ik lees het gedicht Bedelaars in de vertaling van Stefaan van den Brent. Bedelaars. Op winterdagen heit de kou om dorp en erf, om bos en slijk, palen van haat en van ellende, langs eindeloze vlakte, rijk aan bedelaars, een gekkenbende. 'S morgens kan de nacht nog wegen, maar ze wagen zich op straat met hun brood doorweekt van regen, met hun hoed op zwart als roet, met gewelfde ruggengraat, met trage stappen desolaat. 'S middags doet een greppel halt houden voor een hap of dut, loodzware moeheid overvalt hen, uitgeblust en zonder fut. Op drempels van eenzame hoeven duiken ze op tuig van de straat, 's avonds, en het licht kerft groeven waar een voordeur openstaat. Die bedelaars, een gekkenbende. Ze trekken verder door dat barre en onvruchtbare gebied, nog weer spiegeld in hun starre ogen vol van oud verdriet. In hun lompe ongewassen, strompelend langs heg en steg. Zomers tussen de gewassen jagen ze de vogels weg. Nu december alle leven op de heide, op de hielen zit en bijt, en tot in de kist nog gekastijde doden stijft, verstarren zij als serken op paden rond de kerken, koppig, bedelend gespuis, recht op als een kruis. Met hun rug en lenden vol ellende en hun hoed zo zwart als roet, wonen zij op het kruispunt van de wegen, die van de wind, die van de regen. Zij zijn die monotone stap op straat, een stap die komt en een die gaat, altijd dezelfde in de maat. Van horizon naar horizon. Doodsangst zijn zij en mysterie, en hun stokken zijn de klepels van de klokken die miserie tot de dood luiden op deze wereld. Daarom, wanneer ze neervallen, versleten, verdord door dorst, door honger opgevreten, zich ergens ingraven als wolven diep in een hol, zijn zij die komen opdraven om na het werk voor huis en haard nog gauw hun lichaam te begraven, als de dood om in het gezicht te kijken van dat eeuwig dreigen dat nog onder hun ooglid staart. Thank you.